President Desiree Bouterse heeft de minister van Buitenlandse Zaken in Venezuela, Jorge Arreaza, voor een kennismakingsbezoek ontvangen. Minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigli, vergezelt haar Venezolaanse collega. Tijdens dit bezoek is er gesproken over de banden tussen Suriname en Venezuela. Op dit moment waar zaken erg moeilijk zijn voor de regio, is het goed om op een zeer innovatieve manier te proberen problemen op te lossen door samen te werken. Hierdoor is het makkelijker te komen tot een oplossing. Dit geeft president Bouterse aan in een gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. Minister Polak Bigli zegt dat de ontwikkelingen in de wereld aan de orde zijn gekomen. Verder zal de herintroductie van de gemengde commissie tussen Suriname en Venezuela op 1 en 2 maart 2018 ervoor moeten zorgen dat de lopende afspraken op het gebied van de visserijsector, de Petrocaribe deal en op het gebied van rijst kunnen worden nagekomen. In dat verband zal er een Surinaamse delegatie naar Venezuela moeten om daar de vergadering bij te wonen.